Hoi en leuk dat je kijkt naar deze video over hoofdstuk energie, waarbij ik het ga hebben over het rekenen met de zwaartenergie. En dat wordt denk ik door de meeste leerlingen wel als heel erg moeilijk ervaren. Wanneer je het rendement moet gaan berekenen van bijvoorbeeld een waterkrachtcentrale, dan heb je altijd drie formules nodig. Namelijk die voor de elektrische energie, dat willen we namelijk maken in een waterkrachtcentrale, de spanning keer de stroomsterkte, keer de tijd in seconden. Let even op, in de formule ESPKT is de tijd dus een uur, maar hier in seconden. En de zwaarte-energie, M keer G keer H. Nou, die lijkt verdacht veel op de zwaartekrachtsformule. En het verschil is dat de hoogte hierop meetelt. Hoe hoger iets is, hè, hoe groter de zwaarte-energie was. En de formule voor rendement. De beste manier ook om deze te leren is door gewoon eens een sommetje met elkaar te gaan doen. Omdat het een herhalingsvideo is, ga ik je eerst weer vragen om de video op pauze te zetten. Deze som proberen te maken en dan ga ik over enkele seconden met jou het antwoord doornemen. Oké, de vraag. Bij het waterrad, dus bij dat rad hier, komt 250 kilogram water voorbij en 13 seconden wordt er gemeten. De stroommeter geeft tijdens het draaien van het rad 0,8 ampère aan en de spanningsmeter 220 volt. Nou, vraag A. Welke energieomzetting vindt plaats bij dit waterrad? Dat is natuurlijk zwaarte-energie van het water dat naar beneden valt, wordt omgezet in elektrische energie. Het rendement berekenen van die centrale, dat is de echt interessante vraag. Hoe pak je dat aan? Nou, ik zei net, je hebt drie formules nodig en we willen eigenlijk weten hoeveel het energie die is opgenomen door de centrale. Dat is de zwaarte-energie, hè, want dat is wat er voorbij komt. En de nuttige energie, en dat is de elektrische energie natuurlijk. Nou, we gaan eens even kijken. De oplossing. Ik begin met het berekenen van de elektrische energie. U keer I keer T. U kon ik uit de tekst halen, 220 volt. I is 0,8 ampère, kon ik uit de tekst halen. En de tijd dat wordt gemeten is 13 seconden. Dat mag je opschrijven, dat hoeft niet. Maar ik zeg altijd, hè, het is wel handig. E wil ik natuurlijk weten, dus die ga ik berekenen. 220 keer 0,8 keer 13 is 228 joule. In totaal wordt er dus 2288 joule aan energie door deze centrale geleverd. Nou, dan gaan we berekenen hoeveel is er dan opgenomen, de opgenomen energie. Dat is de zwaarte-energie, M keer G keer H. EZ weet ik niet. De massa is 250 kilogram, dat stond er. Water kwam voorbij. G is 10 newton per kilogram, let op het opschrijven van die eenheid. En de hoogte is het hoogteverschil. Dus niet, het is op 4 meter. En als het dan op 2 meter op zijn laagste punt is, dan is het hoogteverschil 2 meter. Maar hier ging het om 3,8 meter. Konden we het plaatje halen. Nou, dat vermenigvuldigen we met elkaar en dan komen we op 9500 joule. In totaal is dus 9500 joule aan energie opgenomen en er is 2288 joule effectief uitgekomen. Hoe berekenen we dan het rendement? Het rendement is de E nut gedeeld door de E tot. De nuttige energie, waarom kies ik hier voor de formule met E en niet met P? Omdat het over joules gaat en dan gebruiken we de E-formule voor energie. Keer 100%. De nuttige energie is de elektrische energie, dat wilden we maken. Gedeeld door 9500 keer 100 en dan krijg je een rendement van 24,1%. Oké, nog eentje. Lees de vraag, maak hem en over een paar seconden ga ik hem met je bespreken. Succes! Oké. Het gaat over Iris en die maakt een model van een waterkrachtcentrale en ze wil het rendement van haar model bepalen. Iris die laat 16 liter water door haar model stromen. Het water valt 120 centimeter naar beneden. De opstelling die levert 10 seconden lang een elektrische energie. De spanning is 7 volt en de stroomsterkte 0,2 ampère. Nou, het rendement van die centrale, ja, eigenlijk is het iedere keer hetzelfde. Dus ook hier kun je weer beginnen met bijvoorbeeld het berekenen van welke energie heeft die centrale dan geleverd. Nou, dat doen we met EL, de elektrische energie. Dan gaan we de gegevens uit de tekst halen. De spanning is 7 volt, de stroomsterkte 0,2 ampère en de tijd is 10 seconden. Nou, dat mocht je opschrijven, dat zei ik net ook al. Dan is dus de elektrische energie 7 keer 0,2 keer 10 en dat geeft 14 joule. De centrale van Iris levert dus 14 joule aan elektrische energie, waarmee ik bijvoorbeeld een lampje kan laten branden. Nou, de opgenomen energie, dat is de zwaarte-energie, dat is M keer G keer H. De massa, die kon ik lezen, was 16 kilo. G is 10 newton per kilogram. En het hoogteverschil, en daar zat het venijn in deze vraag, is niet 120 dat je hier moet invullen, maar 1,2. Want het hoogteverschil is in meters. EZ is dan 16 keer 10 keer 1,2,
192 joule is totaal door deze centrale opgenomen uit de zwaarte-energie. Nou, het rendement is dan de nuttige energie gedeeld door de totale energie. Oftewel, 14 gedeeld door 192 keer 100 is 7,3%. Nou, dat is dus niet zo'n hele geweldige opname. Dus ook niet zo'n geweldige omzetting. Even nog een keer kort op een rijtje. Wat je dus moet gaan doen als je het rendement moet gaan berekenen, is eigenlijk berekenen hoeveel er is opgenomen. En dat doen we met de formule. EZ is M keer G keer H. En eigenlijk wat er is geleverd. Dus wat komt er uit die centrale? Dat is vaak de elektrische energie. Eigenlijk altijd bij een waterkrachtcentrale. De elektrische energie is U keer I keer T. En dan heb je nog het rendement. En dat bereken je met eta is E nut gedeeld door E tot keer 100. Nou, door deze stappen gewoon iedere keer te volgen, je moet beseffen dat een waterkrachtcentrale zwaarte-energie opneemt, elektrische energie levert, en dat de nuttige energie dus elektrische energie is, en de totale energie de zwaarte-energie is, want die is opgenomen, dan kun je dit soort vragen eigenlijk bijna altijd maken. Het is een kwestie van goed lezen, gegevens uit de tekst halen. Ik wens je heel veel succes met de voorbereiding.